zie jij het verschil tussen een gewone fiets en een lokfiets? Een lokfiets? Ik weet hoe mijn eigen fiets eruit ziet. Dat is belangrijk, toch? In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en in de aanloop daarnaartoe kijkt Open Rotterdam welke beloftes het college is nagekomen. In aflevering 5 van de Can Do Check, het gebruik van lokmiddelen door de politie. Mijn naam is Ben Rink, ik ben sinds 35 jaar werkzaam binnen de politie. Vanaf 2013 hou ik mij fulltime bezig met het inzetten van allerlei lokmiddelen binnen de gehele politie-eenheid Rotterdam. Ik ben Ernst Pols, ik ben officier van justitie bij het arrondissementspakket hier in Rotterdam. Ik werk al een aantal jaren met de politie samen, daar waar het ook gaat om de inzet van lokmiddelen. Dus ik heb al heel veel verdachten die gepakt zijn als gevolg van de inzet van lokmiddelen voor de rechter gebracht. Hoe bevalt het inzetten van lokmiddelen? Nou, eigenlijk heel erg goed. Zodat we volume willen creëren en diversiteit in het inzetten van een aantal lokmiddelen. Om verdachten te pakken. De pakkans wordt groter. Vanaf 2013 tot nu gaan we dit jaar komen op de 1000ste verdachten. Dus in 5 jaar. Dus dat is een best een hoog aantal. En hoeveel van die opgepakte verdachten worden nou ook daadwerkelijk veroordeeld? Nou, dat is een behoorlijk hoog percentage. Want het mooie is aan de inzet van die lokmiddelen dat het technisch op een zodanige manier wordt uitgevoerd dat het bewijzen in zo'n zaak altijd betrekkelijk makkelijk rond te krijgen is voor ons in de zittingzaal. Dus dat is heel makkelijk praten en dat levert ook hele mooie cijfers op. Nou, er staan hier een aantal fietsen achter. Staat hier een lokfiets tussen? Ik ga niet vertellen welke, maar er staan inderdaad meerdere lokfietsen op deze locatie. Omdat dit ook jammer genoeg een hotspot is. En hoe gaat dat plaatsen in zijn werk? Komt iemand gewoon aanfietsen, zet de fiets, zet hem op slot en is weer weg? Precies. Zoals een burger dat ook zou doen, zo zetten wij het plaatje ook neer. We vragen een aantal voorbijgangers of ze het verschil tussen een gewone fiets en een lokfiets kunnen zien. Nee, ik kan niet zien. Het verschil is niet te zien eigenlijk. Dus u ziet het ook niet? Ik zie het ook niet. Nee, dat zou ik niet het verschil aan zien. Nee. En dat is precies de bedoeling. Je kunt niet zien dat iets een lokfiets is of een ander lokmiddel is. Het is gewoon een product, een apparaat of een vervoermiddel wat je gewoon als zodanig waar het voor bestemd is kunt gebruiken. Wat worden er nog meer voor lokmiddelen ingezet? Je kunt denken aan allerlei trendgevoelige objecten. Dat kan gaan van een cv-ketel tot een auto, tot een laptop. Kan van alles zijn. Een cv-ketel? Ja, ook cv-ketels worden jammer genoeg uit net opgeleverde nieuwbouwwoningen gehaald. En dan worden de eigenaars niet erg blij van. Dus ook daar zetten wij op in. Nou lijkt het me dat de grens tussen lokken en uitlokken heel dun is. Nou, dat valt in de praktijk wel mee. We werken al heel veel jaren met het middel. En juridisch is dat eigenlijk dik in orde. Dat heeft de Hoge Raad jaren geleden ook al besloten. Kijk, je moet je zo voorstellen, op het moment dat de politie niks meer doet dan eigenlijk alleen maar zichtbaar maken wat iemand al van plan was, ja, dan is er niks aan de hand. Dat zou wat anders kunnen zijn als je een lokmiddel heel gericht op een bepaald persoon inzet, omdat je weet dat je regelmatig strafbare feiten pleegt. Ja, dan creëer je in feite ook de situatie waarin je gelegenheidsdieven de kans geeft. En daar is het middel nou eigenlijk niet echt voor bedoeld. Maar als je hem gewoon op straat zet, zo'n fiets, zoals ze ook achter ons staan, dan is dat juridisch tip-top in orde, om het zo maar te zeggen. En als zo'n lokmiddel dan wordt gestolen, wordt er vaak nog veel meer gevonden. Wij kunnen spreken dat we echt tientallen middelen extra voertuigen als bijvangst hebben. En dat varieert in allerlei vormen. Lokmiddelen inzetten. Gaan we dat ook de komende 4 jaar doen? Inzet van techniek, dus een lokmiddel, zal alleen maar groeien, denk ik, de komende jaar. Mee eens, Ernst? Ja, lokmiddelen zijn een blijvertje, ook wat ons betreft. Efficiënt, effectief, het levert goede dossiers op, dus daar gaan we mee door.